Hey, ik ben Noah Grim voor Buckshop en vandaag review ik de Tech 21 Flyrig 5. De Tech 21 Flyrig 5 is in wezen een geheel pedalboard in één compact multi-effects pedaal. Het pedaal bestaat uit drie hoofddelen, DLA, Sensamp en Plexi. Deze regelen respectievelijk een delay effect, een buizenversterker simulator en een distortion effect. Het delay deel is voorzien van een gewone voetschakelaar en een tap voetschakelaar om het tempo van de delay met je voet te kunnen tikken. Dan heeft het een volume, herhalingen, drift en tijdregelaar. Hoewel de meeste van deze regelaars voor zich spreken, is de driftregelaar bijzonder. Deze voegt namelijk een willekeurig, onvoorspelbaar element toe aan de modulatie die lijkt op een vintage tape echo. Op maximaal zal er een drastische verschuiving van hoogte zijn om speciale effecten mee te creëren. Dan, in het midden, is er de Sensamp sectie. Deze heeft een gewone voetschakelaar en best een heleboel knopjes. Deze bestaan uit een volume, reverb, hoog, mid en laag en als laatste een drive regelaar. Dit deel van het pedaal is een buizenversterker simulator en focust vooral op de clean geluiden binnen een buizenversterker. Om het geluid wat ruiger te maken kun je de drive knop gebruiken of de hot knop in de plexi deel van het pedaal, maar hier kom ik zo nog op terug. De Sensamp stelt de Flyrig 5 ook in staat om direct naar mixers van opnametafels of PA-systemen te gaan. Dan, als laatste, hebben we het Plexi-deel. Dit deel wordt gebruikt om het karakter van een clean versterker compleet te veranderen of om direct het geluid van een overstuurde versterker aan te passen. Het heeft een volume, toon, drive en hot regelaar en naast een gewone voetschakelaar ook nog een hot voetschakelaar. Als de Plexi in bypass-modus is, werkt de hotfunctie onafhankelijk om één of beide andere delen van de pedaal en of je versterker te boosten tot wel 21 decibel. Nu zal ik je nog wat meer laten horen van de Tech 21 Flyrig 5. Ik zal je drie verschillende geluiden laten horen. Ik begin met een police-stijl, gevolgd door een AC/DC-stijl en ik sluit het af met een bluesy-stijl. Ik speel een E-standaard en gebruik deze Ibanez RG721 Airway Premium, een Fender Hot Rod Deluxe 3 en een Sennheiser E609 microfoon. Oké, eerst laat ik je een police-stijl horen. Deze heeft best wat delay, een beetje reverb, niet zoveel drive en de toon op ongeveer 2 uur. Oké, nu volgt een AC/DC-stijl en voor deze stijl heb ik de delay helemaal uitgezet. Ik heb wat meer drive en wat meer hot ingedraaid en de toon staat nu op maximaal. Oké, ik sluit het af met een blues-stijl. De delay is nu weer terug, maar het is maar een heel klein beetje. En er is een heleboel minder drive en toon voor dit geluid. Dus als je op zoek bent naar een geheel pedalboard in slechts één compact pedaal, kijk dan zeker naar de Tech 21 Flyrig 5. Wil je meer informatie over de Tech 21 Flyrig 5? Klik dan rechtsboven of klik hieronder, dan kom je direct op de productpagina.